Yo, dames en heren, jongens, meisjes, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Het is eindelijk zover. Er komen vanaf nu game videos op mijn kanaal. Ja. Ik weet niet op welke dag, maar ze komen er sowieso. Oké. De vorige keer zijn we geëindigd in deze village. En ik heb toevallig nog een bed nodig. Oh nee, ik ga eerst even wat eten. Want dat is ook belangrijk. Wat eten. De vorige keer zijn we hier geëindigd. En we moeten wel even een bed hebben. Dus daar gaan we even naar op zoek. Oké. Ja, ik neem dit even mee. Dit is wel even belangrijk. Stoppen we dit even in de inventory. Ja, hier is geen bed, denk ik. Ja, hij rookt niet. Ja, misschien daar zo. Ik ga daar even kijken of daar een wit bed ligt. Weet je wel, dan hoef ik mijn wol niet te gebruiken. Nee, dit is geen wit bed. Dit ook niet, maar volgens mij kan je hier een blauw bed van maken. Ja, dames en heren. Ik heb een blauw bedje. Oké. Wat we gaan doen is even een klein huisje maken van dirt. En dan kunnen we de volgende aflevering van de YouTube Survival weer zo gaan doen dat we daar gaan beginnen, weet je wel? Oké. Dus dat is wat we gaan doen. Wat nou als we even naar een berg gaan, dat we daar gewoon een, ja, dat we gewoon daar zo'n klein huisje in gaan maken. Dat is misschien wel vet. Oké. Ja, hier zo. Dit is wel goed voor een klein huisje. Ik heb een pickaxe mee. Moet niet al te groot zijn natuurlijk, want hier gaan we niet voor altijd in blijven. Oké, we hakken dit even weg zo. En dan hebben we zometeen genoeg om een stenen pickaxe te maken. Oké. Nou, laten we dit ook gewoon weghalen. Dat is misschien wel handig. Oké, we zetten even het bedje hier neer en dan gaan we even slapen. Ja, dus dames en heren, binnenkort komen er game video's op mijn kanaal. Nee, niet binnenkort. Er komen over een paar dagen game video's aan. Maar daar horen jullie meer over. Oké. Ik word hier wakker vanuit mijn tijdelijke dirthuisje. En wat nou als we eventjes bij een van de villages een boom gaan jatten? Gewoon even een boom meenemen, weet je wel? Gewoon even een boom. Nee, een boom. Een deur bedoel ik. Sorry voor mijn fout, hè? Maar dit is de eerste keer dat ik game video's opneem. Oké. Kom op. Oké, dan zetten we dit even voor mijn huis neer. Als het goed is, was het hier. Ja, hier. Oké.
Oké, en dan moeten we even wat dirt pakken, want er moet natuurlijk wel een dakje voor. Oké. Dames en heren, mijn tijdelijke huisje die heb ik hier. Maar wat nou als wij eventjes de mine in gaan? Even gaan kijken of we even wat kool kunnen hakken. Maar eerst. Kom op, man. Oké. Oké, even een crafting table gemaakt. Zetten we dit ook even in mijn huisje neer. We hebben sticks nodig. Even wat stone. Top. Oké, dan gaan we nu even kijken of we even kool kunnen hakken ergens. Oh, nee. Oké. Volgens mij is dit wel genoeg voor één torch. Waarom doe ik zo moeilijk? Ik kan gewoon hier naar boven en dan ga ik dit even weg. En dan ga ik weer even naar mijn huisje, ga ik even een torch maken. En natuurlijk even wat eten, want hey, ik heb hier nog eten. Oké, neem ik even een appeltje. Neem ik even wat te eten. Oké. En dan kunnen we door. Oh, hier. Oké. Hier is ook nog. Kom op. Waar was mijn huis ook alweer? Oh ja, hier zo. Oké. Hier eentje. Hier. En hierheen. Oké, en dan moeten we ook even een chestje maken natuurlijk. Dus die maken we eventjes. En dan ziet mijn huisje er nu best wel goed uit zo. Maar zoals ik natuurlijk zei, dit wordt niet mijn huidig huis. We gaan natuurlijk nog een veel groter huis gaan bouwen. Maar ja, ik dacht misschien eventjes leuk voor de eerste aflevering van de survival. Oké. Wat is nog meer handig? Om even te doen. Een furnace. Ja, ik moet wel even een overtje hebben. Die zetten we even hier neer. En dan doen we even al mijn spullen eventjes in de kist neerleggen. Want dan kunnen we eventjes een bloemetje plukken die we dan even leuk voor mijn huisje gaan planten. Kijk. Kijk, hier zo. Dat is wel leuk. Oké, dames en heren. Dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering.
Abonneer en like voor de volgende keer.